Kijk, 30 ampere. Ja, perfect, 32 ampere. De boerenfox is een klein hondje. En je hebt ook de Volkswagen Fox. En dat is een kleine auto. Ja, die staat erbij met pech. Joey, wat is er gebeurd met de auto? Ik wou gisteren de auto starten. Ja. En het sturen wou niet meer. Het sturen wil, dat wil zeggen de stuurbekrachtiging niet meer. Ja, correct. Dat vind ik interessant. Laat ik daar eens even naar gaan kijken. En ik doe de stekker erin. Ik zet de auto even op contact. En dan blijft hier namelijk met draaiende motor een lampje branden van de stuurbekrachtiging. Dat is hem. Ik heb een auto geselecteerd. Ik heb nu een Volkswagen Polo geselecteerd. Want hij kent namelijk niet in de Volkswagen Fox de stuurbekrachtiging. Staat er niet in. Nu is het protocol van een Polo van 2002 hetzelfde als een Fox. En nu komt het allermooiste. Initialiseren bezig. Hij is nu aan het communiceren met de stuurbekrachtigingsunit. En het gaat vrij langzaam, want dit is niet allemaal modern met CAN-bus, zoals dat zo mooi zeggen. Maar wel een ouderwetse diagnose. Dat wil zeggen via nog een K-lijn. Misschien ooit wel interessant om te laten zien hoe dat gaat. Of ik laat het aan de echte experts over. Opnieuw verbinden. Initialiseren. Stuurbekrachtiging. Ja, je kunt eigenlijk niet meer zonder tegenwoordig. Zelfs zo'n kleine auto stuurt gewoon ontzettend zwaar zonder stuurbekrachtiging. Soms kom je nog wel eens een keer een Peugeot 107 tegen of een Citroën C1 zonder. Igo, die kleine auto zonder stuurbekrachtiging. Ja, dat wil wel net, maar ja, het gaat toch best zwaar. En eigenlijk alle moderne auto's, hoe klein ze ook zijn, worden geleverd met stuurbekrachtiging. Tegenwoordig zijn ze elektrisch, maar vroeger eigenlijk allemaal hydraulisch. Met een pomp. Wat op mijn bus namelijk nog zit, een pomp die wordt aangedreven door de multirim, door de VSNA zeg maar van vroeger uit. Of een, zoals in dit geval, een elektromotor die weer een pomp aandrijft, een hydropomp. Dus deze stuurbekrachtiging is elektrohydraulisch. Is een beetje de tussenstap die ze bij VW gemaakt hebben, zijn meer merken die dat hebben. Totdat ze overgingen naar een echte, pure elektrische bekrachtiging. Wat heeft dat nou voor voordeel? Heel simpel, je hebt namelijk energie naar behoefte. Want zo'n stuurbekrachtigingspomp die trekt energie. Ja, energie kost brandstof. Brandstofmilieu, daar gaan we alweer, de brandstofprijs. En op het moment dat je een elektrische stuurbekrachtiging gebruikt, of zelfs elektrohydraulisch, heb je alleen maar bekrachtiging wanneer je het nodig hebt. En dat scheelt best wel aanzienlijk in energie. Dus, mooi systeem op zich. Heeft natuurlijk ook een nadeel als het kapot gaat. Is het misschien weer eens wat duurder, of het gaat misschien minder lang mee. Ben ik het ook niet meer eens eigenlijk, want ze houden het toch wel erg lang vol. Goed, tot zover even de uitleg van de stuurbekrachtiging. Het eerste wat ik ga merken, ja, powers and grounds. De pomp kan ik slecht bijkomen, maar ik moet natuurlijk de basis. Wat heeft nou die elektromotor? Dat gaan we even laten zien in een schema van die pomp. De stuurbekrachtiging afgebeeld in een schema. In ieder geval de unit. Er zijn nog een paar componenten meer bij. Dat is namelijk de stuurhoeksensor die erbij zit. Maar het belangrijkste is nu even de voeding. Je hebt hier 30 staan. 30 betekent niks anders dan de constante voeding. Constante plus. 15. En hier nog een aansluiting. Een massa-aansluiting. Het teken van de massa-aansluiting in het schemaland. Met getalletjes erbij hier allemaal. Zekeringnummers. Nou, je kunt dus zien. 30 is een grote zekering, of in ieder geval een zekering die er zit. Dit is de zekering die bovenop de accu zit. En deze zekering zit in de zekeringkast onder het dashboard. Belangrijkste zekering is toch wel die hele grote uiteraard. Wanneer ik die aanklik, de zekering zelf, dan moet ik kunnen zien waar die zit. Kijk eens. Zekering weer en dan kan ik bijvoorbeeld de locatie aanklikken. Doe ik even met de vinger. En het betreft zekering nummer 5. Daar ga ik eens even nakijken. Hier heb je allemaal zekeringen zitten. Deze heeft, zoals je kunt zien, voeding. Deze heeft voeding. Lampje brandt, lampje brandt, lampje brandt. Er zit er een van de dynamo, een van de startmotor. Ik weet zo niet welke van de twee welke is. Vind ik op zich niet zo belangrijk nou. Ik heb hier nog een zekering die over is. Hierin en hierin. Nou,
alle zekeringen heel, zou je zeggen. Joey, zou je de auto een keer op contact een keer willen starten? Even kijken als die in de vrij staat uiteraard. En een keer de stuurbekrachtiging willen bedienen. Uiteraard. Start hem maar een keer. En wat schetst mijn verbazing? De lamp gaat uit. En hier. En wat hebben we hier? Een heel klein haarscheurtje in een zekering. Wanneer ik hem doorverbind, dan zie je het knetteren. Ja. Kun je sturen? En ik hoor hieronder, ja, stuur nog eens. Hoor ik de pomp. Volgens mij doet hij het, hè? Hartstikke mooi. Zet hem maar even uit. Zo kun je zien dat de spanning tijdens het bedrijf... Hier, hij was er even weer zelfs, volgens mij. Ja, dat hij uitvalt. Ik wilde bijna zeggen, tijdens in betrieb. Ja, Duitse auto. Oh nee, wacht even. Dat is wel trouwens een heel interessant weetje van deze auto. Een Volkswagen Fox. Ja, je denkt, je koopt een... Duitse auto, of niet, Joey? Ja. Ja, jij dacht het ook nou. Ik dacht het zeker. Maar deze auto is niet in Duitsland gebouwd. Ik zal het jullie even laten zien. Volkswagen door Brazil. Deze auto is gebouwd in Brazilië. De zekeringen hebben allemaal dezelfde amperage. Er zijn twee zekeringen over. Eigenlijk is dit één heel zekeringblok. En je kunt niet één zekering los vervangen. Je kunt ze trouwens wel krijgen, die losse zekeringetjes. Nou, wat is nu het allermakkelijkste voor deze? Ik draai hem hier los. De kabel heb ik nu los dus van de stuurbekrachtiging. En ik zet hem één tandje verder neer. Zo. En die oude zekering, achter een stukje kan ik er wel even uitpakken. Leuk om te zien voor de kijkers thuis. Vandaag nog. Twelve seconds later. Hier is die. Kapot. Helemaal goed. Ja, een klein haarscheurtje. En het vonken wat je krijgt is natuurlijk dat hij wel en geen contact maakt. Soms wel, soms niet contact. Ik pak even mijn ampère tang er nu bij. En dan ga ik eens even kijken hoeveel ampère hij nu hoeveel hij trekt. En ik heb weer communicatie. Heel mooi. Aantal fouten 0. Ik had ook niet anders verwacht. Dan nu de stroommeting. En ik zou zeggen, stuur maar een keer. Stuur maar eens een keer nog een kant op. En dan zie je toch wel 28 ampère. Kun je een keer helemaal tot aan de uitslag sturen. Helemaal naar rechts of naar links. Kijk, 30 ampère. Ja, perfect. 32 ampère. Heel mooi. Nou, om even de spanning te meten ga ik dus naar... gelijkstroom. 14,16 volt is de laadspanning die de dynamo levert. En dan zou je nog eens een keer willen sturen helemaal naar links. En dan zie je gelijk de impact van zo'n stuurbekrachtiging. Hij daalt, en nog een keer als je wil, hij daalt toch gauw 13,8 volt. Ja, dan kun je zien dat zo'n stuurbekrachtiging aardig wat energie vraagt. Je kunt ook heel mooi selecteren. Spanning, klem 30. Kijk eens. Dat komt er binnen, 14 volt. Stuurbekrachtiging, amperage. Kun je sturen? Joey, kun je sturen? Keer links, rechts. Hier zie je het opgenomen amperage. Nou, dan zie je toch aardig mooi amperage wat er verschijnt. Heel mooi. En allemaal dingen wat je kunt zien nu je wel kunt inloggen. Maar ja, als je net wat ik zeg, als je geen voeding erop hebt staan, dan gaat hij het natuurlijk nooit doen. Joey, dat was hem! Dat was hem zeker. Wat voel je ervan? Dat was een ervaring. Je bent een ervaring en dan heb ik het over het filmen, hè? Niet over het pechgeval. Nee, je kunt toch zien, hè? Zo'n klein rastzekeringetje. Je kunt het bijna niet zien. De ene keer had je wel contact, de andere keer niet. En op het moment dat er dus een grote stroom doorheen moet, dus die 32 ampère, ja, dan verbreekt het haarscheurtje. Ik ben ook echt niet bang bij deze auto dat het verder een probleem is. Ik zou zeggen,
Bedankt. Ja, jij bedankt. Goeie reis. Werk ze nog even natuurlijk vandaag. Hetzelfde. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Lieve mensen, wij gaan zwaaien. Doe je mee? Yes. Tot ziens. Ciao. Zo, dat was weer een heldere vlog. Wil je ook zulke helder zicht tijdens rijden? Controleer dan betijds je ruitenwissers. Dit kan onnodig gevaar of hinder veroorzaken. Als je nou toch gaan zoeken bent naar ruitenwissers, kijk ook de rest van onze vlogs. En vergeet niet te abonneren.